Goedemiddag en welkom opnieuw op de Dag van de Wetenschap hier in Gasthuis Berg, waar we een hele dag lezingen doen die allemaal verband houden met het biomedische. U weet het, die lezingen hadden normaal gezien hier in een mooie gevulde aula moeten doorgaan. Maar ik heb de indruk dat er online toch minstens evenveel mensen aan het kijken zijn dan in een goed gevulde aula, dus dat doet plezier. U kan ook, net zoals in de aula, vragen stellen. Daarvoor is er een QR-code op het scherm, werkt heel eenvoudig. Bij alle sprekers hebben we al veel interessante vragen gehad. Blijf dit doen. Voor mensen die zich afvragen van ja, wij zitten wel veilig thuis, maar jullie zitten daar toch ook en zonder mondmasker op. Dit gebeurt in covid-veilige omstandigheden. De spreker en ik, wij houden ruim afstand. Er staat hier wat verder, u ziet dat niet, een raam open. Het is hier eigenlijk gewoon een beetje koud. Zoveel frisse lucht hangt er hier. Onze volgende spreker is Peter Klaas. Dat is opnieuw, juist zoals de vorige, zoals Kathleen Frazon, een ingenieur die een bocht gemaakt heeft naar de biomedische wetenschappen, de genetica. Peter Klaas gaat ons wat meer vertellen over hoe onze genen ons gezicht bepalen. En de titel van zijn lezing luidt: Ons gezicht als reclamebord voor onze identiteit. Peter Klaas. Dankjewel, Koen, voor de introductie. Inderdaad, ons gezicht als reclamebord van onze identiteit. Identiteit. Identiteit is belangrijk. Het is eigenlijk functioneel in onze maatschappij om elkaar te kunnen herkennen. We zijn elk uniek op onze eigen manier, waardoor dat we een identiteit hebben. Met andere woorden, het identiteit is het gevolg van het feit dat we niet identiek zijn. Waardoor dat we dus met andere woorden kunnen functioneren als een persoon, een individu in onze maatschappij, maar ook als een groep. Nu, onze identiteit is uiteraard het gevolg van dat we niet uniek zijn, maar dat is ook het gevolg van verschillende factoren. En een van deze factoren is ons DNA. Ons DNA-profiel van één persoon tot een andere persoon is ook verschillend. En deze verschillen genetisch gesproken, die vertalen zich tot verschillen in onze persoon. Nu, als we op de straat of in de dagdagelijkse communicatie met elkaar willen identificeren, doen we dan beroep op ons DNA? Uiteraard niet, want hiervoor hebben we speciale technologie nodig om ons DNA te kunnen uitlezen en uiteraard ook de verschillen te kunnen bekijken. Wat wij gebruiken als mensen, gewoon op straat, is ons gezicht. Ons gezicht is eigenlijk een reclamebord van onze identiteit naar de rest van de wereld toe. Ons gezicht is uniek, dat bepaalt wie dat we zijn en ons gezicht heeft op die manier ook enorm veel informatie over wie we zijn, waar we vandaan komen, hoe we ons voelen en of dat we al dan niet gezond zijn. In mijn geval, ik ben een Europese man, wat je duidelijk kan zien in mijn gezicht. Op deze moment ben ik enigszins gestresvold, maar anders ben ik best wel een gelukkige mens om op straat rond te lopen. Nu, de uniekheid van mijn gezicht kunnen we eigenlijk onderzoeken door het proces van karikaturisatie, wat je eigenlijk in het scherm momenteel ziet. Wat ik hier gedaan heb, is de unieke kenmerken van mijn gezicht in de verf gezet door een karikatuur. En mijn gezicht wordt bepaald door een vrij prominent voorhoofd, een prominente kin. En ik heb een iets of vrouwelijke neus, dus een kleine opgedraaide neus, in contrast met vele mannen die een veel prominentere, grotere neus hebben. Dat maakt mijn gezicht. Nu, onder normale omstandigheden had ik jullie graag uitgenodigd voor een demonstratie hier op de Dag van de Wetenschap, terwijl mijn team en mezelf hadden uitgewerkt, namelijk om een gezichtslezing in 3D van je eigen gezicht te kunnen bekomen. Met andere woorden, karakteristieken van je eigen gezicht hadden we graag in beeld gebracht met kleurencoders, zoals hier ook het groene meer prominent en het rode minder prominent. Spijtig genoeg hebben we last minute de Dag van de Wetenschap moeten herbekijken en hebben we eigenlijk onze lezing nog wel verder gezet. Maar uiteraard, bij de volgende editie ben ik graag terug aanwezig met mijn team om zulke lezingen van je gezicht te bekomen. Nu, toch een tal, ik zou zeggen 8 jaar geleden, ben ik mezelf de vraag beginnen stellen: wat is het verband eigenlijk tussen ons DNA enerzijds en ons gezicht anderzijds? Dus ik wil dat als onderzoeker proberen te begrijpen. Met het idee bijvoorbeeld, ik vind morgen ergens op de straat een kauwgom, ik extrageer daar DNA-resten uit en ik voorspel een gezicht om te zien wie dat deze kauwgom op de straat heeft achtergelaten. Dat was 8 jaar geleden zo iets van mijn droom, om beter te begrijpen hoe ons DNA ons gezicht bepaalt. Met andere woorden, hoe pakken we dit aan? En laten we gewoon beginnen bij het begin, met een soort van proof of concept. De proof of concept is gegeven bij identieke tweelingen. Bij identieke tweelingen weten we dat hun DNA-profiel 100% identiek is en hun gelaat is quasi 100% gelijk, ook op die manier. Dus met andere woorden, wat ik weet als ingenieur is een
hetzelfde DNA-profiel dat binnenkomt, genereert een zeer gelijkaardig gezicht dat buiten gaat. Wat ik ook weet is, als twee DNA-profielen verschillen, zo zie ik ook verschillen in het gezicht. En deze verschillen die manifesteren zich eigenlijk heel duidelijk in families. Van boven zien jullie mijn ouders, op de middelste rij zien jullie mezelf met mijn broer en mijn twee zusters. Op de onderste rij zien jullie onze kinderen. Wat ik weet is dat ik 50% van mijn DNA van mijn moeder heb overgeërfd en 50% van mijn DNA van mijn vader. Met andere woorden, ik ben een mengeling van de twee. Nu, gelukkig voor mij heb ik de ogen van mijn moeder, een beetje minder gelukkig voor mij het voorhoofd en het gebrek aan bovenhaar van mijn vader. Maar ik ben duidelijk het resultaat van deze twee mensen. Nu, mijn eigen zoon deelt ongeveer, op gemiddelde na, 25% van zijn DNA met mijn ouders of zijn grootouders. Met andere woorden, de verschillen in DNA-profiel vergroten, als ook de gezichtsverschillen van mijn zoon met zijn voorouders. Nu, als ik even uitzoom van families naar lokale regio's, landen, continenten en tenslotte de hele wereld, dat verklaart eigenlijk een grote variatie van genetische verschillen, van een grote familie, generaties en generaties door de ganse evolutie, zodanig gecreëerd van generatie naar generatie, die uiteindelijk geleid hebben tot een enorme waaier van heel mooie variaties in gezichtsvorm, met allerlei expressies, zoals hier duidelijk gemaakt. Dus dat is eigenlijk de achtergrondkennis die we weten. Gelijkaardige profielen leiden tot gelijkaardige gezichten. Verschillen in profielen leiden tot gezichten. Nu, hoe gaan we die zaken onderzoeken? We gaan die onderzoeken door de nodige datasets te vergaren en de nodige analyses te doen. En een eerste analyse wat we typisch willen doen bij genetische context is achterhalen hoeveel van ons DNA eigenlijk nu verantwoordelijk is voor iets. Hoeveel van ons DNA is eigenlijk verantwoordelijk voor onze gezichtsvorm? En dat kan je bekomen door een heritabiliteitsstudie. In deze studie hebben we eigenlijk gekeken naar ouders met hun kinderen en hebben eigenlijk de gezichtsvorm van ouders met de gezichtsvorm van kinderen vergeleken. Uit deze studie is gebleken dat deze soort van driehoekige regio in ons gelaat sterk genetisch bepaald is, als ook ons voorhoofd, het midfaciale, de neus met andere woorden, als ook de kin. Dit zijn de regio's in ons gelaat die sterk genetisch bepaald worden van ouders naar kinderen. De wangen daarentegen, laat ons naar McDonald's gaan, laat ons verouderen, deze veranderen continu met dieet en leeftijd. Dus deze regio's hebben een minder sterke genetische component. Dus dat is zeer duidelijk al een mooie ingeving van deze studie, is kunnen afleiden waar in ons gelaat we enigszins voorspellingen kunnen maken vanuit ons DNA. Dus onze wangen voorspellen zal altijd zeer moeilijk blijven. De neus daarentegen, daar heb je meer kans om iets te kunnen zeggen op basis van je DNA. Nu, hoe gaan we de verschillen in ons DNA eigenlijk koppelen aan eigenlijke kenmerken in ons DNA? En op eerste niveau gaan we kijken op niveau van populaties. We gaan eigenlijk twee populaties contrasteren waarvan dat we weten dat ze genetisch verschillend zijn. En de eerste zo twee populaties zijn gewoon de verschillen tussen man en vrouw. Mannen hebben X en een Y-chromosoom en vrouwen hebben een dubbel X-chromosoom. Wij zijn genetisch verschillend, maar ook op andere manieren. Doorheen de evolutie is er een zekere selectie gebeurd op de vrouwelijke DNA-profielen, als ook een selectie op de mannelijke DNA-profielen. Vrouwen werden vooral geselecteerd om vruchtbaarheid en kinderen. Mannen werden vooral geselecteerd door dominantie en een soort van alfa-gedrag. Nu, de laatste tijd, thanks God, de zaken zijn veranderd. En uiteraard, de alfa-man is niet meer de dominante man, maar vandaag de dag de beta-man, de persoon met wie dat je kan praten, zeker thuis tijdens coronatijden, wordt enorm belangrijk. Dus de selectiecriteria op het mannelijk gelaat zijn veranderd in de laatste decennia. De vraag is natuurlijk, over honderden jaren vanaf nu, zal dit eventueel ons gelaat van de man, gemiddeld gezien, gaan bepalen, ja of nee? Uiteraard is dat interessant onderzoek voor de toekomst, maar kunnen we vandaag niet beantwoorden. Wat we vandaag wel kunnen beantwoorden, wat de huidige verschillen zijn tussen mannen en vrouwen vandaag. En dan zien we eigenlijk dat vrouwentypes een ronder gezicht hebben, een aangenamer gezicht, minder vijandelijk, zou ik zeggen. En de man heeft eigenlijk een meer dominant gezicht. Sterke oogbrauwen, de kin is prominenter en dergelijke. En hier zie je eigenlijk een animatie van mijn eigen gezicht, nu ondertussen toch al 10 jaar geleden, van man naar vrouwelijke variant. Dus eventueel mijn zuster, ten opzichte van mezelf. We zien ook dat deze geslachtsverschillen vooral tijdens de puberteit zich voordoen, op 14, 16 jaar, wat we ook wel weten vanuit het idee van hormonen. Tijdens onze puberteit worden hormonen belangrijk en worden we eigenlijk faciaal gezien sterk ontwikkeld richting man of vrouw. En zien we ook daar de grootste kenmerken, de verschillen optreden in de kin, de neus en de voorhoofd. Interessant was echter in een studie hier dat we eigenlijk op de leeftijd van 1 jaar ook al verschillen zagen. Nu, vaak komen we kanders kinderen tegen op 1 jaar en we maken het vaak de fout van oh, dat is een leuk jongetje. Ja, sorry, het is eigenlijk mijn dochter. Of omgekeerd. En de mensen, de ouders, zijn al dan niet gecharmeerd of niet.
Dat is een persoonlijke zaak, maar eigenlijk wat we wel zien op eenjarige leeftijd, er zijn verschillen, maar ze zijn inderdaad subtiel. Maar we kunnen die verschillen opblazen, we kunnen die soort van synthetisch vergroten. En aan de rechterkant van de slide zie je namelijk het gemiddeld mannelijk gezicht op de leeftijd van 1, 5 keer versterkt ten opzichte van het vrouwelijke dat ook 5 keer versterkt is. En daar begin je dan wel perceptueel duidelijk de verschillen te herkennen. En dan kunnen we eigenlijk al zien dat er inderdaad al geslachtsverschillen aanwezig zijn. En dit voor de puberteit. Een andere groep van populatieonderzoeken die we kunnen uitvoeren is eigenlijk wereldwijde data vergaren. Dus van populaties, van verschillende achtergronden, van verschillende regio's in de wereld, gaan we zowel DNA verzamelen als ook gezichtsvorm. En we zijn eigenlijk in staat om variaties in het DNA-profiel op wereldniveau ook te koppelen met gezichtsvariaties op wereldniveau. Eens je dat gedaan hebt, kan je eigenlijk de volgende simulaties uitvoeren. Ik kan bijvoorbeeld mijn eigen gezicht nemen. Ik ben zelf geboren en getogen in Antwerpen, België. Je kan het misschien horen in mijn dialect. En wat ik hier eigenlijk doe, is mijn genetisch profiel veranderen naar iemand die geboren en getogen is in Italië, Toscane. Wat je kan zien in mijn gezicht, wat er typisch verandert, is mijn Noord-Europees profiel wordt een Zuid-Europees profiel met een meer prominente neus, met de Romeinse neus een klein beetje, en een toch iets aangenamere huidskleur. We kunnen verder gaan, we kunnen onze reis verder zetten en mijn genetisch profiel veranderen in een Aziatisch profiel. Alsof ik geboren en getogen was in Tokio. Wat ik hier zie, is dat mijn zygomaten jukbeenderen eigenlijk omhoog gaan en mijn onderaangezicht naar achter gezet wordt. Dus ik krijg het typische Aziatische profiel in mijn gelaat. Als ik dan de reis verder zet naar mijn favoriet, de Mexicaanse ik. De Mexicaanse ik is eigenlijk aangenaam. Heel ronde, veel rondingen in het gelaat, veel minder scherp. En wederom een veel gezondere huidskleur dan wat ik thuis eigenlijk heb. Ik kan dan verder reizen naar het noorden, naar Utah, de States. En daar zie ik eigenlijk een robustifiering van mijn gezicht ten opzichte van thuis. Dus een robuuster gezicht en eigenlijk qua huidskleur toch iets lichter dan thuis. Ja. En dan, om de cirkel te sluiten, beland ik tenslotte in West-Afrika, waar ik uiteraard de nodige veranderingen in mijn profiel zie richting een Afrikaans gezicht. Nu, in conclusie, deze synthetische gezichten, oké, deze personen bestaan niet, maar in realiteit zijn deze synthetische gezichten mijn broeders. Mijn broeders van over de wereld. En zij delen eigenlijk dezelfde identiteit die ik deel in de Belgische populatie, delen zij die identiteit in een andere populatie. Dus de enige factor dat ik veranderd heb, is gewoon de populatieachtergrond. Nu, hoe komt het dat op populaties wereldwijd er toch verschillen gebeuren? Evolutionair gezien, en er zijn verschillende mechanismes. Enerzijds is er gewoon random kenmerken, dus drift, genetic drift, commonly known. Dat is eigenlijk gewoon ja, kleine random veranderingen die onafhankelijk plaatsvinden en dus eigenlijk leiden tot verschillen tussen populaties. Maar anderzijds zijn er ook selecties. En heel kenmerkend bijvoorbeeld hier in Europa, wij hebben een sterk koud klimaat, heeft eigenlijk een selectie uitgevoerd op onze neusvorm. Dus door de evolutie heen is onze neus bepaald geweest door het koude klimaat hier in Europa. Heel concreet, onze neusholtes zijn klein om de kou zo veel mogelijk buiten te houden. Terwijl in warmere contraien je vaak grotere neusholtes zal zien, genetisch gezien. Nu, als je deze populatiestudie zou afronden en zou optellen hoeveel variatie we verklaren in gezichtsvorm gegeven genetische variatie, verklaren we misschien al bij al 30% van de gezichtsvariatie in functie van ons DNA. Dat wil zeggen dat we nog 70% moeten uitleggen, wat uiteraard nog heel veel is. Er is nog heel veel variatie dat we tot op nu nog niet hebben uitgelegd. Om deze variatie uit te leggen hebben we uiteraard enerzijds omgevingsfactoren, maar er zijn nog genetische factoren die ook optellen tot wie dat we zijn, wie dat ons gelaat uiteindelijk bepaalt. En voor deze 70% te bepalen moeten we kijken naar specifieke locaties in onze genen, namelijk gekend als faciale genen. Dus dit zijn kleine locaties in ons genoom, in ons DNA-profiel, die mede het gelaat bepalen. Hoe weten we dat deze bestaan? We hebben eigenlijk een eerste kennis waargenomen van deze genen in de klinische genetica. In de klinische genetica komt het soms voor dat een patiënt een klein gebrek heeft in zijn DNA. En dat gebrek vertaalt zich faciaal gesproken in bepaalde kenmerken. Hier zie je bijvoorbeeld de karakteristieken van het syndroom van Down, gefotoshopt op bekende atleten hier in België, als onderdeel van een campagne van de Speciale Olympics om eigenlijk ons duidelijk te maken dat atleten in de Speciale Olympics evenveel recht verdienen om aandacht te krijgen dan gewone atleten in gewone Olympics. Nu, om mijn verhaal hier duidelijk te maken, is het interessant hoe dat ze deze kenmerken, dus vooral het oog, de ogen zijn zeer kenmerkend van het Down-syndroom, hebben gefotoshopt op deze atleten. Het is namelijk zo, ik kan een groep van patiënten nemen,
terwijl ik op dezelfde locatie een kleine fout kennen. En wat systematisch naar voren komt, zijn dezelfde kenmerken in het gelaat. Dus dit is een craniofaciaal gen, ja, dat eigenlijk eens een kleine beperking toont, ook zich vertaalt in gezichtsvorm. Dus uit de klinische genetica hadden we eigenlijk al voorkennis van deze afwijkingen. Nu, in de klinische genetica, ja, dat is wanneer het fout loopt. Nu, in de natuur loopt het niet zoveel fout. Dus we moeten eigenlijk met andere technieken naar voren komen om toch op een of andere manier ons DNA-profiel te scannen en op zoek te gaan naar genen die ons gelaat bepalen. En zo'n techniek is typisch gekenmerkt door een genoomscan. Een genoomscan is heel simpelweg. Ons genoom, ons DNA-profiel, bestaat ongeveer uit miljoenen kleine varianten die interessant zijn om te onderzoeken. We gaan variant per variant testen en we gaan dan kijken welke variant enigszins een associatie vertoont met gezichtsvorm. Hiervoor gaan we eigenlijk data vergaren van de normale populatie, dus van heel veel individuen. We gaan de gezichten verzamelen, we gaan DNA verzamelen en gaan we variant per variant testen. Als we zo'n testing doen, dan krijgen we eigenlijk een overzicht van ons genoom. In de roset zie je eigenlijk bovenaan chromosoom 1 tot helemaal onderaan chromosoom 23 of het X-chromosoom. Dus op elk chromosoom hebben we x aantal varianten die we testen. En je kan duidelijk zien dat er zich pieken vormen in de ene en de andere richting. Naar binnen toe en naar buiten toe. Naar buiten toe zijn uiteindelijk pieken getest in een Amerikaans gebaseerde populatie. Naar binnen toe in een Engels-UK-based populatie. Belangrijk, bij deze associatiestudie zijn de pieken, elke piek, de duidelijke piek, geeft eigenlijk een genetische locatie weer, de welke bepalend is voor een gezichtsvorm. En elk van deze pieken kan een bepaald effect hebben op gezichtsvorm. En de manier dat we dit hebben aangepakt is door ons gezicht eigenlijk te gaan onderverdelen van volledige gezichtsvorm in kleinere en kleinere stukken. Een soort van divide and conquer strategie. Hè. Om ons gezicht punt per punt te analyseren is ondoenbaar. Maar door het in regio's onder te verdelen die enigszins betekenisvol zijn, zoals het filtrum, de neus, het voorhoofd en het onderaangezicht, kan men eigenlijk elke van deze delen apart en op zich gaan testen. En dan zie je dat sommige van deze varianten, ik heb er nu 3 getoond, maar er zijn er ongeveer 203 die we geïdentificeerd hebben. Maar deze 3 hier rechts, naar gelang de grijze of de meer oranje gekleurde, naar gelang welke code dat je hebt op die variant, zal je meer die gezichtsvorm of de andere gezichtsvorm kennen. Bijvoorbeeld van boven iets voor de wenkbrauwen. De midden de neus, waarbij de neus meer gekromd is of meer opdraaiend. En onderaan de kin die meer naar beneden staat of meer naar achter staat. Dus naar gelang welke genetische code, kan je dus eigenlijk zo de varianten of de gezichtseffecten bepalen. Zo'n studie hebben we recent ook uitgebreid naar hersenvorm. Omdat ik zelf geïnteresseerd was in hoeverre dat de ontwikkeling van onze hersenen en ons gezicht tezamen eigenlijk verloopt in de embryonale fase. Dus we verwachten ook een sterke genetische correlatie tussen die twee structuren. En inderdaad, als je terug naar zo'n piekenassociatiescan kijkt, bovenaan zie je de pieken van hersen, op een hersenpopulatie, op een hersendatabank, excuseer. Onderaan zie je hetzelfde op een gezichtsdatabank. En we merken heel veel locaties van pieken, dus die zowel het effect vertonen op onze hersenvorm als ook op onze gezichtsvorm. En dat bewijst eigenlijk de gezamenlijke ontwikkeling van beide organen tijdens de embryonale fase. Uiteraard is dan het belangrijk om een beetje de vraag te stellen. Onze hersenvormen zijn verantwoordelijk voor heel veel zaken. Ze zijn ook gecorreleerd met neurodegeneratieve aandoeningen, maar ook heel sterk met onze persoonlijkheid en ons gedrag. Dus we hebben deze studie verder gezet en we zijn gaan nakijken. Oké, als ik nu kijk naar hersenvorm, gezichtsvorm en persoonlijkheid, is er een genetisch verband tussen deze 3? Als ik dan kijk naar hersenvorm tussen gezichtsvorm, is het antwoord ja. Er is een duidelijk genetische correlatie tussen de 2. Als ik kijk tussen hersenvorm en persoonlijkheid, is het antwoord ook ja. Er is een duidelijk genetisch verband tussen die 2. Interessant in deze studie was echter dat het genetisch verband tussen gezichtsvorm en persoonlijkheid totaal aanwezig was. In mijn filosofie wil het eigenlijk zeggen dat deze studie een beetje de pseudowetenschap ontkracht van gezichtslezingen. Namelijk, ik kan op basis van jouw gezicht lezen welke persoon dat je bent of dat je al dan niet geneigd bent tot criminele activiteiten. Antwoord ik eerder als onderzoeker? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is dit niet mogelijk en zal dus ja, een pseudowetenschap blijven. Een prangende vraag die we natuurlijk kunnen stellen als we al deze studies doen, en een prangende vraag die eigenlijk ja, ik binnen mijn onderzoek, maar ook buiten, constant gesteld wordt, is: kan jij een gezicht voorspellen op basis van DNA? En de eerste maal dat deze vraag mij gesteld werd, was in 2013 door een Japanse televisieploeg. Zij hadden mijn onderzoek opgepikt naar de relatie tussen individuele genen en gezichtsvorm.
En ze hadden gevraagd, kunnen wij u een test geven waarbij u het DNA tonen van twee mensen? We tonen op voorhand niet wie dat deze mensen zijn. En kan jij dan op basis van jouw studies en bevindingen een gezicht proberen te voorspellen van deze twee individuen? En hier in het filmpje zie je eigenlijk het proces dat toen werd opgenomen, mezelf, zoveel jaar geleden. En wanneer ook onze resultaten getoond worden voor het bredere publiek. Hier zie je het resultaat voor de blanke man. Dat eerst voorspeld werd en dan uiteindelijk het tweede resultaat voor een zwarte vrouw. Dat we ook voorspeld hadden op basis van DNA. Je kan zien aan de reactie van het publiek dat zij sterk onder de indruk waren. Nu, ik moet toegeven, eigenlijk konden we niet veel verkeerd doen. Want voor een Aziatische persoon is een blanke man een blanke man en een zwarte vrouw een zwarte vrouw. Met andere woorden, mijn voorspellingen waren perfect voor hun. Maar eigenlijk, als ik zelf realistisch ben en kritisch ben als wetenschapper, dan moet ik toegeven dat ja, voor de zwarte vrouw ik toch wel etterlijke kenmerken had voorspeld die enigszins correct waren. Maar voor de man was ik zeer slecht met de voorspellingen. Heel veel fouten, volledig de verkeerde neus voorspeld. De kin was opgedraaid, maar nog niet voldoende. Hij heeft een heel specifieke kin, zoals je kan zien. Met andere woorden, voor mij was dit wel enigszins belangrijk als feedback, dat het niet zo gemakkelijk was. Dus voor elk succes had ik ook een fout. Dus ik had maar een 50% kans om succesvol te zijn. De jaren daarna was ik sterk gefascineerd om deze performantie te verbeteren. En ik heb uiteraard gewerkt aan verschillende versies, versies 0, 1 en 2, waarbij ik systematisch meer en meer variatie in gezichtsvorm probeerde te verklaren op basis van ons DNA. Maar op een zeker moment stel ik mij de vraag, oké, wat is versie 3? Want hier is wederom een mooie voorspelling, een verbetering in voorspelling zelfs. Zeker als je naar de neusvorm van mevrouw kijkt, zie je mooi die driehoekige neusvorm die toch mooi voorspeld wordt. Maar wederom, voor elk succes was er ook een failure. Dus op een zeker moment heb ik eigenlijk het traject verlaten. Heb ik gewoon eens nagedacht, wat ben ik mee bezig? Wat probeer ik te bekomen? En is het eigenlijk wel mogelijk? En als ik concreet kijk naar mijn probleemstelling, heb ik aan de ene kant ons DNA-profiel. Aan de andere kant probeer ik een volledig gezicht te voorspellen. Maar ik ken enerzijds nog niet alle genetische factoren die het gezicht voorspellen, nog ken ik de omgevingsfactoren in de welke dat deze persoon is opgegroeid. Dus eigenlijk op het einde van de rit zal ik nooit in staat zijn om het volledige plaatje te voorspellen. En computationeel, vanuit een ingenieurstandpunt, werk ik me eigenlijk op een extrapolatieprobleem. En een extrapolatieprobleem is altijd moeilijk. Dat is buiten je gegevens treden, wat altijd heel moeilijk is. Nu, stel ik mij de volgende vraag. Stel, ik geef jou een volledig gezicht, het eindproduct van een DNA-profiel als het ware, kan ik niet in de andere richting redeneren en een soort van klassificatie uitvoeren. Namelijk, gegeven het gezicht kan ik het gezicht klassificeren als man-vrouw. Gegeven het gezicht kan ik het gezicht klassificeren als een Europees gezicht, ja of nee. Of gegeven het gezicht kan ik het gezicht klassificeren volgens een bepaalde genetische code. De neus is een haakneus of niet. Kan ik bijvoorbeeld niet mijn probleemstelling omdraaien in klassificaties? En dat is eigenlijk het volgende spel dat ik hier aan het spelen ben. Wie is het? Met dat verschil is dat de persoon die ik zoek, gegeven is vanuit DNA. Ons DNA stelt mij vragen. Ik zoek naar een man, ik zoek naar een Europese man, ik zoek naar een man met die code op dat gen, enzovoort. En anderzijds heb ik een grote galerij van beelden, van gezichten, die telkens op hun manier gematcht worden, voorspeld worden met het DNA. Dus als het DNA zegt, ik zoek een man, kan ik met andere woorden alle vrouwen in de databank verwijderen. Enzovoort. Net. En hoe meer vragen ik stel, hoe accurater ik kan eigenlijk het DNA-profiel matchen met een bestaande databank van gezichten. Maar ik voorspel het gezicht zelf niet meer. Dus ik neem een omweg. Ja? Nu, ik moet toegeven, die omweg was een verbetering ten opzichte van het voorspellen van het gezicht. Maar de resultaten tot vandaag zijn nog steeds niet van die aard dat ik morgen zeg tegen iedereen van oké, we kunnen deze technologie gebruiken. Verre van. Maar veronderstel dat deze technologie toch verder ontwikkeld wordt en performanter wordt. De vraag is, wat kunnen we nu eigenlijk doen met al deze dingen? En eigenlijk draait alle applicaties rond een vorm van identiteit. Een eerste vorm van identiteit dat je kan bepalen met deze technologie is criminele identiteit. In België zijn er duizenden DNA-profielen actief in een of ander onderzoek. En ongeveer 33% daarvan worden niet geïdentificeerd. Dus in de 67% slaagt men erin het DNA-profiel te linken met een ander DNA-profiel bijvoorbeeld. Dus DNA-to-DNA-identificatie is perfect mogelijk. In 33% van de gevallen is dit niet mogelijk omdat er geen DNA-referentiemateriaal mogelijk is. Nu, om zo'n onderzoek uit de impasse te brengen, kan natuurlijk de voorspelling van ons gelaat helpen tot identificatie. Gelijkaardig, zoals ik eerder al zei, in plaats van een voorspelling te doen, kan ik ook bijvoorbeeld een databank van beelden, zoals rijbewijzen, gaan bekijken in functie van het DNA dat ik gevonden heb op een crime scene. En zo kan ik dan trachten om een persoon of een type van persoon af te lijnen.
Want deze technologie zal nooit eenduidig zeggen, dit is de persoon. Het zal eerder zeggen, deze duizenden personen beschrijven enigszins het DNA-profiel. Dus als ik dan als onderzoeker naar deze duizenden personen tegelijk ken, dan kan ik eigenlijk in mijn hoofd een soort van dadersprofiel genereren. Zonder vast te pinnen op één persoon. Een andere vorm van identiteit die ook heel interessant is, is merische identiteit. Zoals ik al aangaf, vaak vertelt ons gelaat wanneer het genetisch een probleem is. En dit kunnen we ook gebruiken. Er bestaan namelijk apps waarbij je met je smartphone een foto kan nemen van een patiënt. En deze apps gaan eigenlijk met gebruik van AI en deep learning vandaag een predictie maken of van welk genetisch syndroom de persoon in kwestie toebehoort. Dus het bepalen van medische identiteit op basis van gezichtsvorm. Een andere vorm van identiteit is de historische identiteit. Veronderstel, we vinden DNA van Cleopatra of de Mona Lisa. En de vraag is, ja, was Cleopatra, had zij effectief wel zo'n grote neus waarvoor ze bekend was in het verleden? Als we haar neus kunnen voorspellen op basis van DNA-profiel, kunnen we al dan niet deze statement verifiëren. Hetzelfde met de Mona Lisa. Als we haar gezicht voorspellen op basis van DNA, kunnen we nagaan of Leonardo effectief haar geschilderd heeft, of hij geschilderd heeft, volgens de ware karakteristieken van het gelaat, ja of nee. Een andere vorm van historische identiteit is je eigen identiteit in genealogie, je eigen historiek. Stel, er is in familie nog een bijbel ergens ter beschikking, een familiale bijbel. Je bladert daardoor en je vindt daar een haar van een of andere voorouder. Je kan het DNA uit het haar typeren en zo eigenlijk het gelaat van je voorouder voorspellen. En eigenlijk een soort van fotoalbum creëren van je voorouders tot in de prehistorie. Een andere vorm van identiteit in plaats van de historische identiteit is de toekomstige identiteit. Stel, ik ben zwanger. Niet persoonlijk, maar wij zijn zwanger als een koppel. Dan kan ik eigenlijk met technologie vandaag het DNA van je toekomstig kind al extraheren en een voorspelling maken van het gelaat van je kind op de leeftijd van 20. Of met nieuwere technologieën, genetic engineering, kan ik ook enige modificaties aanbrengen om je eigen baby te designen. En ik nodig je uit om op Google een keer designer baby's in te tikken. Het is een ding. Het bestaat. Het idee bestaat in de maatschappij. Nu, de vraag die ik mij persoonlijk stel, is dit iets dat je wilt doen? En mijn antwoord persoonlijk is nee. Als je zwanger bent en je voorspelt het gelaat van je gezicht van je kind op 20-jarige leeftijd en je bent niet tevreden, wat ga je dan doen? Dat is een ethische vraag die niet gemakkelijk te beantwoorden is. Of als we morgen de toekomst van onze kinderen beginnen designen en we gaan eigenlijk gelijkaardige kinderen creëren, allemaal volgens bepaald schoonheidstype. Het gevaar bestaat erin dat we verschillen tussen individuen gewoon laten verdwijnen en onze identiteit, met andere woorden, geraakt verloren. Want identiteit, nogmaals, is belangrijk, want onze identiteit laat ons functioneren in de maatschappij. Met andere woorden, als je het mij vraagt, laat de gezichtsverschillen die aanwezig zijn bestaan, probeer ze zeker niet te veranderen. En als je over je eigen gezicht nadenkt, probeer regelmatig te glimlachen. Dank je wel. Dank u wel, Peter Klaas. Gaat u zitten? Ik heb eerst wat vragen en jullie mogen ook nog altijd vragen stellen van thuis uit. Er zijn er al twee binnengekomen, maar dat mag gerust nog meer zijn. Peter Klaas, heel boeiend, heel uiteenlopend. Ik ga beginnen met iets heel eenvoudigs. Ik heb twee collega's die het journaal presenteren, Goedele Wachters en Annelies van Herk. Stel, ik geef u een haar van elk van beide vrouwen. Zou u dan kunnen weten wie is? Ze zijn allebei blond, ongeveer even oud en intelligent. Oké, dus op die aspecten kunnen ze al niet onderscheiden. Nu, het antwoord is dubbel in de zin van, het zijn maar twee personen, dus ja, ik heb 50% kans. Ja, sowieso. En daar gaat het eigenlijk over in die zin dat als die voorspellingen heel onzeker blijven, maar dat de doelgroep beperkt is, is je voorspelling soms voldoende om tot een besluit te komen. In de grotere populatie is die kans natuurlijk te weinig om operationeel te kunnen gebruiken. Ik moet toegeven, op basis van DNA-fenotypering, dus het trachten van voorspellen van kenmerken op basis van DNA, zijn er al wel een aantal zaken mogelijk. En dan spreek ik over haarkleur, maar in dit geval ontoereikend, hè, want ze zijn allebei blond. Natuurlijk misschien. Ja, dat kunnen we dat dan misschien nog eens wel uitzoeken. De oogkleur kunnen we ook voorspellen. Ik ken niet de oogkleur persoonlijk. Ik ook niet. Maar misschien dat we daar een verschil hebben. Ja. Dan kunnen we uitsluit van maken. Genetische achtergrond, zoals ik ook in mijn verhaal... De ene is zo wat groter dan de andere. Lengte moeilijker. Lengte is ook zoals gelaatsvorm eigenlijk bepaald door enorm veel genen. Daar
daar zoomt eigenlijk het verschil in, op in. Bepaalde kenmerken kunnen bepaald worden op een beperkt aantal genen en worden met andere woorden voorspelbaar, mm-hmm. tussen aanhalingstekens. Andere kenmerken blijven ja, een concert van enorm veel genen, maar ook de omgeving uiteindelijk en de interactie tussen die genen om het uiteindelijke resultaat te bepalen. Vandaar dat ik persoonlijk doorheen mijn eigen onderzoek een beetje afgestapt ben met het idee om echt een foto van mm-hmm. iemand te voorspellen. Maar het zal altijd een soort van gemiddelde gezicht blijven, nooit heel specifiek. Maar eerder gaan naar een beschrijving. Ik zoek voor dit type persoon, type haarkleur, huidskleur, oogkleur. En algemeen inderdaad van gezichtsvormen, eerder een lang smal hoofd of een breed kort hoofd. Bepaalde type van neus, maar nooit echt naar een foto proberen gaan. Want eens dat we een foto presenteren, denken ook de mensen van ah, dit is de persoon dat ik zoek. Terwijl dat niet is. Ja. Inderdaad. Maar het is misschien een beetje zoals in het forensisch onderzoek, hè, in het oplossen van misdrijven, gaat men soms een profiler aanstellen. Iemand die een soort, op basis van, we kennen dat uit de series, op basis van de modus operandi van de dader, zegt van dat moet dat soort profiel zijn, psychologisch. U zou daar een soort van gezichtsprofiel ongeveer aan kunnen kloppen. Inderdaad, ik denk dat eigenlijk de beste beschrijving is. Dus we hebben van die psychologische profielbeschrijvingen. We hebben ook eigenlijk witness testimonies. Dus mensen die getuigen waren, ook een beschrijving geven van de dader, waar het een soort van robotfoto gegenereerd wordt. Nu, we weten eigenlijk uit de praktijk dat die getuigenissen vaak emotioneel getraumatiseerd zijn, waardoor dat die getuigenissen ook vaak niet kloppen of heel afwijkend zijn. Mm-hmm. Van de realiteit. Maar eigenlijk zou je daarnaast een soort van DNA-getuige kunnen plaatsen. Ja. Dus je hebt een psychologische beschrijving, je hebt een getuigenis en dan een DNA-getuige die ook weer een onvolledige beschrijving geeft, maar de drie tezamen kunnen misschien wel iets meer... Gebeurt dat al? Is daar al een wettelijk kader voor? Nee, en zeker in België niet. In België laat de wet zelfs mij momenteel niet toe om deze technologie in de praktijk toe te passen. Ik geloof in België, de enige informatie die uit DNA mag afgelezen worden, is geslacht. Dus of het nu een man of een vrouw gaat. Nu heel concreet, in het dossier van de Bende van Nijvel, mm-hmm. was er recent in het nieuws een verhaal over dat ze DNA gevonden hadden op een van de vesten. En dit hebben ze dan specifiek naar Frankrijk uitgestuurd, want daar is het wel mogelijk. Ja. In Frankrijk is er wel een wettelijk kader om uitwendige kenmerken te voorspellen op basis van DNA. Nu, deze zijn dan wel beperkt tot degenen die wetenschappelijk ook bewezen zijn, zoals huidskleur, haarkleur en dergelijke. In Nederland is het ook mogelijk. Duitsland heeft ook recent zijn wetgeving aangepast. In België is de wet nog niet aangepast. Als je het mij vraagt, ik ben niet de persoon om dat te beantwoorden, is dat nu goed om het niet toe te laten of wel? Dat is natuurlijk een ander vraagstuk. Maar als ik het goed begrepen heb, de reus van de Bende van Nijvel, dat is een van de bekendste verdachten. Lichaamslengte haal je er moeilijk uit, dus of dat de reus een reus is, dat zouden we nog niet zeker weten. Er zijn zeker genetische kenmerken die iets kunnen zeggen of dat de kans inderdaad groot is dat we met extreem lange mensen te maken hebben. Maar we moeten ook weten, in de forensische context is de kwaliteit van het DNA soms onvoldoende om zulke testen uit te voeren. Wij werken op laboratoria-DNA, heel veel materiaal bij wijze van spreken, waar we heel gedetailleerd naar genetische varianten kunnen kijken. En soms in de forensische context is dat onmogelijk. Mm-hmm. Omdat er onvoldoende materiaal aanwezig is, maar ook bijvoorbeeld te lang op de crime scene heeft gelegen en dus gecontamineerd eigenlijk. Dus de kwaliteit is achteruit gegaan in de tijd. En dus met andere woorden, de mogelijkheden zijn beperkt. Mm-hmm. U sprak zelf ook van Cleopatra eventueel. Maar wat we heel vaak zien is, als we kijken, al van in mijn jeugd. Ik ken printjes van de Neandertaler en die ziet er dan heel fors gebouwd uit met veel haar en dikke wenkbrauwen. Zou met uw onderzoek zou je kunnen zeggen van, goh, we moeten dat beeld misschien toch wat bijstellen? Die Neandertaler zou toch misschien meer op ons lijken dan we denken? Ik heb het zelf nog niet kunnen doen. Ik ben daar wel sterk naar op bezig. Mij interesseert het vooral die evolutie van de hersenen in de context van de evolutie en de Neandertaler. Maar ik ken wel andere voorbeelden, maar dan niet genetisch gedreven, maar bijvoorbeeld door onderzoek van voeding.
heeft men eigenlijk kunnen bepalen dat een sterke behaarding hoogst onwaarschijnlijk is. Omdat de nodige voedingselementen om zo'n sterke bebaarding eigenlijk te bekomen, niet in het dieet van de Neandertaler. Ja. Dus op basis daarvan zijn er een aantal musea in Engeland hun displays beginnen aanpassen. En in plaats van zo die bebaarde Neandertaler te displayen, effectief een meer realistische versie op basis van de wetenschap. En zo zijn er nog een aantal onderzoeken die lopen om inderdaad... heel interessant bijvoorbeeld is dat we toch wel weten dat er in ons DNA ook wel Neandertaler DNA nog voorkomt. Ja. En dan de vraag is, komt dat tot expressie, dus tot uiting bij de ene persoon al dan niet? Als je soms op de tram zit en je kijkt een keer rond, er zijn heel interessante individuen in de maatschappij. En dat apprecieer ik ook sterk, die variabiliteit. Ja. En dan denk ik vaak, die persoon, zijn DNA-profiel zou ik wel graag eens van dichterbij willen bekijken. Ja. Het is onderzoek dat de fantasie prikkelt, dus ik laat mij volledig gaan. We hebben bijvoorbeeld ook een nogal uitgesproken beeld van Jezus Christus. Maar als, stel dat in een van die reliquieën die bewaard worden, dat daar echt DNA zou inzitten, dan zouden we dat misschien moeten bijstellen. Dan zou je er misschien uitzien als de gemiddelde Palestijn. Dat is goed mogelijk nu. Dat zijn ook heel gevoelige onderwerpen, waar je toch een aantal religieuze bewegingen niet te veel tegen de voet wilt stampen. Ja. Maar akkoord. Ik denk in eerste instantie is het belangrijk als iemand claimt, ik heb een reliquie van een of andere heiligen of dergelijke, en je kan dat op een of andere manier genetisch ook bekrachtigen, dat is op zich al een overwinning. Ja. Of je daar nu extra kenmerken uit voorspelt of een bijschroeving van hoe dat de kijk op de persoon in kwestie was, Oké, leuk. Maar ik denk vooral in eerste instantie de bewijsvoering van dit is effectief een reliquie van persoon X of A, is op zich al interessant. Mm-hmm. En ik weet, het is niet mijn expertise, maar binnen het departement genetica is er wel een persoon die heel sterk hier onderzoeken op doet. Dus eigenlijk op kadavers uit het verleden en dergelijke, een soort van genetische historiek van Europa en bepaalde individuen in kaart brengen. Op zich heel fascinerend. En we leren eigenlijk heel veel van de geschiedenis, van waar we eigenlijk vandaan komen. Wat ik ook interessant vond is van... u hebt het over identiteit en dat gaat over het gezicht, maar identiteit is veel breder. Dat gaat ook over gedrag, over persoonlijkheid. U zegt, er is heel duidelijk geen band tussen iemands gezicht en iemands gedrag. Hè. Het is niet omdat hij als de woesteling uitziet dat hij woesteling is. Hè. Maar er is wel een genetische band tussen bijvoorbeeld hersenen en gedrag. Of ik spreek voor mezelf, ik heb eigenlijk het karakter van mijn vader. Is dat ook iets wat je zou kunnen terugvinden? Nu, er zijn zeker genetische componenten tot ons gedrag, ook tot het risico van neurodegeneratieve aandoeningen en dergelijke. Zoals u zelf ook aangeeft, je trekt toch iets op je ouders. Ik merk het zelf ook, hoe ouder ik word, hoe meer ik toch karaktertrekjes overneem. Nu, wat voor mij vooral interessant is, als persoon, je bent veel meer dan alleen je gezicht is, zoals je zelf zegt. Je identiteit is veel meer dan je gezichtsidentiteit. Nu, ons gelaat is wel communicatief heel sterk om onze identiteit te bepalen. Ook onze visuele communicatie is via het gelaat. Voor mij was het dus ook interessant om te zien dat niet alles met alles verbonden is. Ik verwacht het zelf ook niet als onderzoeker. Ja. Het is vooral interessant om te weten wat met wat verbonden is. Want op het einde van de dag wil je ook gaan kijken wat zijn er externe kenmerken dat ik kan gebruiken als soort van biomarkers om risico voor ziektes of iets anders te kunnen gebruiken. Een soort van eenvoudige screening zonder iemand zijn DNA te moeten extraheren en een hele lezing te moeten doen. Kan ik misschien al niet op het gelaat of iets aflezen op basis van risicovorming. En zo zijn er wel een aantal aspecten. Bijvoorbeeld het risico hebben op een patiënt met een hazellip. Ja. We hebben een studie uitgevoerd waar we eigenlijk gekeken hebben naar ouders met patiënten met een hazellip, waarbij we wel kunnen hebben aantonen dat hun gelaatsprofiel systematisch verandert. Anders is dan een profiel van de controlegroep, dus mensen zonder enige historiek van een hazellip. Dus bij ouders die geen historiek hebben van hazellip? Juist, ja. En zo hebben we gezien dat de meeste van die mensen een zeker profiel vertonen. Zeker niks mis mee, want uiteindelijk de mensen in kwestie hebben geen hazellip. Maar het geeft eigenlijk wel al een indicatie tot een verhoogd risico. Nogmaals, een risico is een voorspelling, is niet de waarheid. Ja. Dus het is goed mogelijk dat zij nooit een kind met hazellip zullen krijgen. Maar het is wel een risico-inschatting. En op zich soms wel interessant. Zeker als zij bijvoorbeeld zelf al in de familie al een historie kennen. En zij komen eigenlijk naar klinische genetica bijvoorbeeld om een soort van counseling. De vraag, zij willen kinderen, maar ze zijn bezorgd. Mm-hmm. Dan kan eigenlijk de counseling beholpen worden om ook hun gelaatsprofiel mee te analyseren. En uiteraard ook hun genetisch profiel op dat niveau om zoveel mogelijk inzicht te geven. Maar het blijven
risicobepaling, dus predicties die nooit echt al dan niet tot een waarheid leiden. Het is een beetje zoals het weer van Frank de Bozere. Juist. Richtinggevend, maar we moeten toch wel zien wat het in de praktijk... In een dag al wat beter. Dan de andere dag. Is er iets al... Want ja, op den duur zit hij inderdaad op een moeilijk ethisch kader, want dat forensische mag er eigenlijk nog niks. Maar qua voorspellen van inderdaad ouders met een kinderwens, is daar iets geregeld? Zijn daar regels voor? Nee, daar zijn zeker geen regelingen over. Allee, op dit punt ook wettelijk niet toegelaten. Ik kan u ook zeggen, als ik juist buiten kwam met dit type onderzoek, heb ik effectief e-mails gekregen van fertiliteitsklinieken uit Rusland, onder andere, met de vraag van, ja, kunnen we dit niet als gadget voor onze klanten mee implementeren? We doen een in vitro fertilisatie en we gaan ineens een voorspelling maken van het gezicht. We hebben nu 3, 4, 5 buisjes en we selecteren het mooiste. Je hebt echt die vraag gekregen? Die vraag heb ik gekregen. Ja. Ik heb toen vriendelijk bedankt met de boodschap van, ja, één, dat is niet de... Het type van toepassing waar ik achter sta als persoon. En ten tweede, totaal ontoereikend in de zin van die voorspellingen zijn allesbehalve nauwkeurig. Dus het is eigenlijk de mensen iets wijs maken op dat moment. Dus liever niet. We gaan over naar de vragen. De eerste vraag komt van Marie-Louise. Hoe komt het dat er soms vrouwen zijn die een heel mannelijk gezicht hebben? Of omgekeerd kan ik me ook voorstellen, mannen die een heel vrouwelijk gezicht hebben. Een goede vraag. Ik zou niet direct het antwoord weten. Ik weet wel dat er inderdaad een sterke variatie is in mannelijkheid, als ook vrouwelijkheid. Er zijn ook mannen met een vrouwelijker gezicht, inderdaad. Er zijn mannen met een heel uitgesproken mannelijk gezicht, er zijn vrouwen met een heel uitgesproken vrouwelijk gezicht. Nu, ik moet ook toegeven, dat is ook weer populatiegebonden. Dus wat er voor ons in de Europese maatschappij een vrouwelijk gezicht is, is in een Afrikaanse populatie niet direct zo. En eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn, zijn de Afrikaanse gezichten op zich vrouwelijker in het algemeen, inclusief de mannen. Dus in Europa hebben we nogal heel scherpe, prominente gezichten met heel scherpe neus en zo. Ook weer wederom door het klimaat. Dus onze vrouwen algemeen, en ik hoop dat ik hier niet te veel qua bloed schets, maar hebben een meer mannelijk gezicht dan bijvoorbeeld Afrikaanse vrouwen. Ja. Nu, die variaties die zijn ook enerzijds genetisch gedreven. Er zijn verschillende componenten in ons DNA. Dit is een beetje een hot topic in genetisch onderzoek. Wat zijn de genetische factoren die de mannelijkheid of de vrouwelijkheid van personen beïnvloeden? Niet zozeer alleen op het geluid, maar ook op het niveau van testosteron en oestrogeen. Dus daar gaan ze dan ook kijken naar als kenmerken. Er zijn ook verschillen. Er zijn mannen met meer testosteron, er zijn minder testosteron. Daar zijn ook genetische locaties aan verbonden die mee die niveaus eigenlijk bepalen en reguleren. Ja. Guido Lichtert vraagt, je hebt daar al een beetje op geantwoord hoor. Zou deze technologie een betere voorspeller zijn dan de klassieke robotfoto? Het hangt een beetje af van de situatie. Ik denk dat ze allebei met beperkingen komen. Nu, voor mij is het vooral interessant dat in de rechtbank in het algemeen er enorm veel geloof en waarde gehecht wordt aan een persoon en zijn getuigenis. Ja. Terwijl we eigenlijk wetenschappelijk weten dat er heel veel fouten voorkomen op basis van getuigenis. Dus een human error. Mm-hmm. Rate ligt eigenlijk enorm hoog. Nu, vanuit het genetisch standpunt heb ik ook al gezegd, onze error rate ligt nog veel te hoog. Nu, ik denk de toekomst zal vooral zijn om toch wetenschappelijker in de forensische te blijven werken en eigenlijk de technieken nauwkeuriger te maken enerzijds, maar vooral eigenlijk uitspraken zeker te doen bepalen op basis van wetenschappelijk bewijs dat effectief de nodige nauwkeurigheid heeft gehaald. Maar in mijn ogen een getuigenis is een onderzoeksmiddel, maar graag extra bewijs om tot een veroordeling te komen, om echt absoluut zeker te zijn. Er staat een Engelse uitdrukking, liegen als een ooggetuigen. Ja, voilà, juist. Ja. Het blijft een subjectief iets. Hè. De persoon in kwestie kan ook getraumatiseerd zijn, dus het zelf niet beseffen dat hij enigszins of gebiased is of zo. Maar we zijn een complex wezen en zeker bij trauma kan er allerlei neveneffecten. Heel algemene vraag van Simon Knokkaert. Waarom zou je al deze kenmerken willen voorspellen? Vooral interessant, vandaag, de lezing van vandaag is de voorspelling van die kenmerken, omdat het ook iets meer de fantasie triggert in het publiek. Nu, persoonlijk, waarom dat ik die wil voorspellen, is eigenlijk om het plaatje te begrijpen. Ik ben niet zo geïnteresseerd in de voorspelling. Ik ben veel meer geïnteresseerd in hoe het komt aan ons DNA-profiel, wat eigenlijk op zich kenmerkgewijs enorm eenvoudig is, toch zo'n complexe vormen kan maken. Met het idee van, als we dat plaatje beter begrijpen, kunnen we het misschien ook morgen gebruiken om iets anders mee op te lossen, zoals een ziekte, die ook sterk genetisch gedreven is. Dus eigenlijk zie ik het als een soort van case study om de genetische puzzel
naar wie dat we zijn op te lossen. Om het biologische aspect te begrijpen. Dat is eigenlijk mijn drijfveer. Mm-hmm. En als je dan puzzelt, dan liever met iets leuks. Voilà. En ook iets dat de mensen direct kunnen zeggen, ah ja, ik begrijp het. Als ik spreek over uw gezicht en familiaal gedreven, iedereen beseft wel, ja, ik trek op mijn ouders. Ik herken mijn eigen relatives, mijn kinship. Ik herken het eigenlijk al op basis van mijn gezicht. Ik ken mijn neven en nichten, ook al zie ik ze 10 jaar niet. Als ik ze zie, herken ik ze. Nog een hele algemene vraag om af te sluiten met van Ruben Rijkaard. Hoe hebt u, je hebt ook al een beetje geantwoord, de eerste gezichten kunnen voorspellen? In 2013? Ja. Dus de eerste gezichten in 2013 was eigenlijk gebeurd op afname van speeksel, waar dan DNA geëxtrageerd wordt. En ik moet toegeven, het is dan heel gemakkelijk om te achterhalen wat het geslacht is. Mm-hmm. Dus dat was een kenmerk dat ik gebruikt had. We hadden expliciet wel gevraagd om volgens bepaalde assen in genetische achtergrond te werken, onder andere Europees-Afrikaans. Dus we hadden eigenlijk, dat is ook enorm eenvoudig om af te lezen. Dus we hadden die kennis ook. En dan hadden we in die tijd een aantal craniofaciale genen onderzocht die we kenden uit de klinische genetica. We noemen dat eigenlijk kandidaatgenen, waarvan we weten dat ze zeker al een faciale manifestatie kenden. En we hadden al voor 24 van zulke genen eigenlijk het verband gelegd met normale faciale variatie. Dus ik had eigenlijk geslacht, genetische achtergrond en aspecten van 24 genen opgeteld. Ja. In een soort van fotomontage, letterlijk. Ja. Alle, als op soorten neuzen, soorten ogen. Ja, een beetje bijeengepuzzeld. Ja. En tussen ons gezegd en gezwegen, op die moment een beetje natte vingerwerk. En vooral interessant om maar achteraf te zien, want ja, het was een blinde test voor mezelf. Ik had de persoon in kwestie nooit gezien. Dus achteraf kreeg ik hetzelfde, het resultaat. En dacht ik, leuk. En daar is nog werk aan de winkel. Ja, super. Dat vat misschien het wetenschappelijk onderzoek te koer samen. Leuk, maar nog werk aan de winkel. Zo blijven we bezig. Peter Klaas, bedankt. Over een kwartiertje zijn we terug met iemand die ik misschien niet meer moet voorstellen. Dat is Mark van Ranst. Bedankt. Dank je wel.